De Omroep Het Nieuwsblad is niet de schoonste koers van het jaar. Het is wel de eerste van het jaar. De eerste koers bij ons. Vandaar dat iedereen ernaar uitkijkt. Ik geef toe, de beste manier om de koers te volgen is in de zetel voor tv, maar met de Omroep is dat anders. Dat wil je voelen van dichtbij. Al weken zit ik te verlangen, de kranten te lezen, de boekjes en wil er ritsen. Wie rijdt nu waar? Hoe waren de voorbereidingen? Wie doet er vandaag mee? Welke 12 coureurs ga ik als sportsmanager selecteren in mijn ploegje? De beste plaats om de Omroep te zien is in de buurt van de Lieberg. Niet dat de Lieberg veel geschiedenis draagt, zoals de Quaremont of de Paterberg. Nee, het is een kronkelend stukje asfalt van 700 meter met een gemiddelde stijging van 6,1%, maximum 14%. Links en rechts staan lelijke villa's, een stuk wei, een haar en een boom. Het speciale aan de Lieberg is het feit dat de renners er vandaag drie keer passeren. Ik zit er middenin. Hier worden mijn verwachtingen ingelost. Nog 90 kilometer. Zalig om dat peloton te zien passeren. Ze zitten de vlucht van de dag op de hielen. Ik doe een poging om te zien waar mijn renners zitten. Veel tijd heb ik niet, want die gasten kruipen niet op de Lieberg. Het gaat snel. Toch wel enkele landgenoten gespot. Naast een heer op de eerste rij. Tim Wellens ook attent vooraan. Van Marken, van Aert in zijn wiel. Jurgen Roelands. Yves Lampaert in de Belgische driekleur. Van Avermaat. Tim de Klerk sluit de rij. Die heeft al wat energie verloren in de eerste wedstrijdhelft. Samen met Ilio zorgde hij ervoor dat de vluchters binnen vizier bleven. Dat was duidelijk toen ze 50 kilometer geleden de Haaghoek afsloegen. Zij twee vooral, met de rest in hun zog. Het was toen al duidelijk dat Quickstep gekomen is om te winnen. Dat zie je Van Avermaat hier ook duidelijk denken. De binnenbocht op het einde van de Haaghoek is nog meer dan de Lieberg een opwindend plekje om de renners te zien. De kasseien zijn vettig. De concentratie is top. Ik ruik tijgerbalsem en algipan. Ik hoor ze ademhalen, snot lossen, enkelen schakelen, kettingen dansen op en neer. Voor de rest hoor ik niks, behalve de supporters. Renners flirten met de goot. Ik zie hoe Nasen van de kasseien schuift en zich handig herstelt. Ik zie ook dat ze allen een zonnebril dragen. De zon schijnt nogthans niet. Dit doen ze om te verbergen hoe ze afzien. En ook om de sponsor te plezieren. Halverwege het peloton zie ik Taco van der Hoorn, zonder bril. Hij denkt er het zijne van en is zich kostelijk aan het amuseren. Hij herinnert me dat de deelneming belangrijker is dan de winnen. Hij is mijn held van de dag. Ook dank ik Greg Van Avermaat, Tim Wellens, Alexei Lutsenko, Yves Lampaert, Olivier Nasen en Wout van Aert voor het scoren van punten. Het was een mooie koers op een lelijke dag.